Ensoniq ASQ 1. Dat is een synth uit, ik meen uit 83, 84. Die is 8-bit digitaal, maar die heeft een analoog filter. Dan hebben we hier de Roland JS3P. Wat mij betreft een van de meest ondergewaardeerde Roland synths. Ja, zeker. Nog steeds. Ja, omdat hij ook niet echt simpel is om te programmeren zonder de programmer. Ja. Maar precies. Wat er uitkomt aan geluid. Ja, dit lullige kastje, het ziet er eigenlijk niet uit. Maar dat is echt gewoon echt een technomachine, puur zang, de 808. Wat kun je er nog over vertellen, wat er over gezegd is? Precies, niks aan toe te voegen eigenlijk. Het ding swingt als de neet, je kan dat je met je hoofd op de knoppen rammen en er komt nog gewoon een tof ritme uit. De basis was uit die 808. Gewoon een hele simpele recht toe recht aan kick met een tom die elkaar lekker aanvullen en een rhythm shot in combinatie met die reverb. Maakt het dat het gewoon een soort levendige interactie heeft. Later hebben we dat geleerd met de directe 808, dus die loopt ook nog wel fijn. Een behoorlijk wat punch, nu zit er geen effecten toestanden, waardoor je dus wel die punch krijgt. Verder hebben we diverse geluiden ook weer uit de DX200 gehaald. Dit geluid onder andere. Dat komt nu direct uit de DX200. En het geluid wat je nu hoort, komt uit de Orbit. Dat is echt, echt een typisch zaagtandgeluidje met een filter erover. Maar dit is eigenlijk de basis synth uit die track. Gecombineerd met een string uit de ESQ. Die hebben we niet meer, dus die hebben we even uit de originele opname gehaald. Het is nog leuk nog dat hit geluidje loopt er nog mee. Dit geluid komt ook uit de Orbit. Dus, een karakteristiek, je hoort het ook, het klinkt heel warm ook. Door die filter weer uit die Orbit. Ik heb te veel apparaat om allemaal tegelijk om mijn wenk naar de tafel aan te sluiten. Dus ik heb dit lullige, geplastificeerde dingetje gemaakt om een beetje uit te zoeken waar wat staat. Ja, het slaat helemaal nergens op hoor. Het is gewoon... Maar goed, het is een soort van platte grondje en elke keer zit ik weer 5 minuten te bestuderen. Oké, als ik dus zo neem, dan komt het wel goed. Dus dat gaan we dus nu weer creëren. Dan ga ik eerst even kijken. J3P. B. 14. Ik loop een beetje door presets heen en pas ik aan, gewoon real-time. De audio die je hoort nemen we op in Ableton als audio en daar gaan we binnen Ableton weer verder mee spelen. En dat is eigenlijk een beetje onze ruime tip. Dit blijft leuk, want het gaat nooit vervelen, want alles ontstaat ter plekke gewoon en soms ontstaan er dingen en wow, die combinatie die verzin je gewoon niet. En zoals je hoort klinkt het nou niet bepaald klinisch het geluid op dit moment. En dat is ook een beetje de jeu, ruis en smerigheid.